De VARA bracht u in 87 een reeks absolute topprogramma's. En dat heeft u gewaardeerd. De kijkcijfers bewijzen dat. Dus we gaan zo door. En dat geldt ook voor die uitstekende VARA-gids. Bel vanavond nog en word lidabonnee van het beste tv-magazine van Nederland. En ontvang de VARA-gids tot 1 juli 88 voor maar één tientje. Dat is meteen een goed begin. Druk of draai. 035 711 911. De VARA-gids. Omdat kwaliteit altijd wint. Wip, wip, wip. Hoera! De VARA begint het nieuwe jaar met het succesvolle familieprogramma De VARA Feliciteert. Een extra lange aflevering van een uur op Nederland 2 van middernacht tot 1 uur in de morgen. Eigenlijk, De VARA wenst u een gelukkig nieuwjaar. 8 bekende televisiemedewerkers kozen voor hun collega's een aantal tv-fragmenten uit. Wie en wat zien we terug? Gerard Cox en Frans Halsema, Louis Armstrong, Herman Vinkers, Kees van Kooten als de vieze man, Martine Bijl, Wim Kan en Tommy Cooper. De VARA feliciteert. Een extra lange aflevering van een uur op Nederland 2 van middernacht tot 1 uur in de morgen. De VARA dus weer rond 11:55 straks. Nu volgt reclame en journaal en daarna neemt Veronica het van ons over tot middernacht met het programma van het jaar. Ik wens u voor straks alvast een hele prettige jaarwisseling en ik hoop dat we volgend jaar rond deze tijd allemaal kunnen zeggen dat 88 voor ons allemaal een heel goed jaar is geweest. Op het nieuwe jaar. The things I have to say. And wait until another day. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand. Here I sit and hope that you'll be mine. Vreselijk zenuwachtig om af te gaan. Nou, ik zit in de herhaling. Oh? Vorig jaar heb ik geweigerd. Het werd namelijk vochtig. Oh ja, dat kan dus heel goed, hè, met een keukenmeid. Maar nou is mijn lont tekort. Knul, heb jij een vuurtje voor ons? Nee, niet met een sigaret. Nee. Dat is zo braaf. Met een lucifer. Hij stinkt erin. Oh, dat rot voor hem. Ik zeg nog zo, verknal je toekomst niet. Eerst was er licht, toen geluid. En nu bundelt de nieuwe Arestona Imageline beide in hun volle glorie. De nieuwe Arestona Imageline. Moeten honden ook tanden poetsen? Dat is een goede vraag. Nee, dat hoeft niet. Maar ook tanden en kiezen van een hond moeten goed worden onderhouden. Daarvoor moeten ze goed knauwen. Deze brokken zijn daarvoor het beste.